Van flesjes drank tot posters voor Van Houten. Kunstenaar Thomas Postuma heeft donderdag zijn hele oeuvre overgedragen aan het Weesburg gemeentearchief. Met toespraken van onder andere oud-minister Hedy d'Ancona werd de Weesburg bedankt voor zijn werk. Door het schenken van zijn hele oeuvre aan het gemeentearchief blijft een belangrijk stuk Weesburg erfgoed bewaard. Nou ja, wel erg trots omdat mijn hele familie natuurlijk hier vandaan komt, hè. De boekhandel De Ark was vroeger de boekhandel Postuma aan de Hekse Drukkerij. En daar is mijn vader geboren. En mijn moeder is er trouwens in Haars geboren, in de Klaas Liftingsteeg. En die heeft mijn moeder daar leren kennen. Als haar buurkind, buurmeisje bedoel ik. Ja, dat is op zich ook wel heel bijzonder. Eigenlijk komt je archief gewoon thuis vandaag? Ja, absoluut. Dat gevoel heb ik ook.